elke hoek van de straat vind je tegenwoordig een tuincentrum. Iedereen tuiniert. Een beroepstuinier heet een hovenier. En iemand die dat heel mooi kan, heet een historische hovenier. En hier staat er een. Hi, Henk Westbroek. Chris Meelaert. Hi. Want jij bent een historisch hovenier. Wat is dat? Nou ja, kijk, dit soort plekken waar we hier zijn, maar buitenplaatsen, oude boerderijen, kastelen, monumenten, noem alles maar op. Dat zijn bijzondere gebouwen. Ja. En bijzondere gebouwen verdienen een bijzondere tuin. En die hadden ze vroeger toch altijd? Die hadden ze vroeger allemaal. Zijn die wegbezuinigd dan? Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, en jij bent iemand die dan dat groen weer in stijl met het huis brengt, zoals het vroeger ooit bedoeld was? Juist. Once there were green fields, kissed by the sun. Dat is eigenlijk nou een pracht voorbeeld, hè? Want dit is eigenlijk dus niet goed bij een buitenplaats. Waarom? Dit zijn bollen, dit zijn moderne soorten. En die hebben grotere bloemen, andersoortige kleuren enzovoort. En bij buitenplaatsen, het soort stintse planten. Once there were blue skies with white clouds. Stintse planten zijn dus veel al bollen. En één daarvan is degene die hier staat, dat is de borstulp. Is dit een borstulp? Dit is een borstulp. Niet een borstulpen, maar een borstulp. Ik vind het een prachtige plant, maar dit is dus een hele bijzondere tulp. Juist, ja. En het grappige is dat al die sprieten die je daar ziet staan, dat zijn dus ook borstulpen, maar die bloeien niet. Borstulp heeft heel veel groen, maar heel weinig bloemen. En kortom, daarom zie je ze nooit meer, want tegenwoordig willen mensen veel bloemen en weinig groen. Juist. Dit soort bloemen komt dus op oude plekken voor. Hier in de Vechtstreek, bij alle oude buitenplaatsen, hebben we allemaal stintse planten. Hey, maar zit jij dan bij die oude buitenplaatsen, die kasteeltjes en die grote huizen, dan gewoon een beetje in de tuin te violen om te kijken of je daar nog oude bolletjes kan vinden? Als ik de kans krijg wel, ja. Tuurlijk. Maar vergis je niet, het is een kunde om daarmee om te gaan. En ik vind het jammer dat tegenwoordig heel veel dingen niet. Tuinen gaan niet meer over planten. Tuinen gaan. Dat? Nou, kijk maar, de meeste tuinen die je in bladen tegenkomt, vooral designbladen enzovoort. De tuin wordt helemaal bestraat. Dan wordt het tuincentrum leeggehaald met allemaal potten. Die worden allemaal uitgestald. En als niks meer is, gaat het allemaal weer weg. En dan komen er weer nieuwe. Dus je snijdt dit open, zo, dat weer wrik je wat naar buiten. Ja. Dan staat, nu zit ik dus tussen het hout en de bast. En dan neem ik een stuk van een, en die zet je daar weer zo tussen. En nou heb jij een end gepleegd. Ja. Dat is alles. Dat is alles. En zo werden er dus ook 4 of 5 verschillende soorten op één boom gekweekt. De eerste die kon je in juli eten en de laatste kon je in november eten. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja, en waarom is die kunde, waarom is dat verloren gegaan? Het is heel veel werk. Het is arbeidsloon wat het gewoon duur maakt. En daarmee gaat ook een heel stuk wat wij horticultureel erfgoed noemen verloren. En dat is heel jammer. Wat is nou in de provincie de allermooiste buitenplaats waarbij je onze kijkers kunnen zien wat jij propageert? Bijvoorbeeld Nijrode, schitterend, prachtige stintse plantenflora. Een hele mooie balans tussen, in mijn ogen, dus cultuur, natuurwaarde. Schitterende. Nee? Maar ik weet niet of ik de rest beledig. Was niet de bedoeling. Doei! Vanuit de EO heeft met mij eens proberen om te scholen tot klassiek zanger. Onlangs zag ik een programma waarbij rappers omgeschoold worden tot klassieke zangers. En dan ga je toch denken, zijn er te veel rappers of te weinig klassieke zangers? En dat ga ik vragen aan iemand die hier toevallig woont en daar staat. Ik woon hier toevallig. Hi. Wat geef je ongelukkig? Ja, ik heb een maand geleden een schouderoperatie gekregen. Eigenlijk is de boel een beetje vernieuwd. Dus ik moet een beetje rustig aan doen. Hey, zullen we even wat gaan zitten, want jij wou wat over opera weten. Jij bent met Willeke van Amelrooy getrouwd en die de zus die begeleidde mij. Ja. Toen ik ooit eens
moest proberen klassiek te zingen. En ze hebben... Oh, was dat met die Matthäus-persoon? Ja. En ik zie ook steeds meer televisieprogramma's waarbij men probeert zangers tot operazangers om te scholen. Hebben jullie zo'n tekort aan... aan goede zangers, dat je zelf de mindere garnituur binnen wil halen? Ik denk dat dit weer eventjes een gag is, even een rage. Het is leuk voor het televisieprogramma, maar in wezen is het ook wel leuk om mensen die uit de popwereld komen even kennis te laten maken dat er ook nog een andere muziekvorm bestaat. En in dit geval bij jou was dat natuurlijk Matthäus Persoon. Maar het grappige is, want heel lang geleden heb jij nog eens een liedje gezongen op dat ik mede geschreven had. Ja. Een popliedje. Ja. En dat ging jou ongelooflijk goed af. Nou, is het dan zo dat het voor een klassieke zanger relatief makkelijk is om pop te zingen, terwijl het voor een popzanger wel haast onmogelijk is om klassiek te zingen? Nou, om die eerste vraag te beantwoorden, denk ik dat het een kwestie is van of je er feeling voor hebt. Ik ben begonnen, voordat ik naar het conservatorium ging, zong ik Rock'n'Roll in Dixieland. Echt waar? Elvis Presley. What is one for the money and two for the show? Absolutely. Oh, wat leuk. Dat soort dingen. En dus ik heb daar wel wat affiniteit mee gehad. Maar de stem leent zich meer voor klassieke muziek. Zo trooi, wie das blauw, deiner Augen. De meeste, daar is geen emploi voor in Nederland. Dus dan ga je al heel snel auditie doen in het buitenland. En het ligt voor de hand. Dat je dat in Duitsland doet. Die hebben elke stad die zich een beetje respecteert, heeft natuurlijk een opera en operettentheater. Hoe kom je dan weer terug in Nederland? Door ook weer te auditeren en door succes te hebben in het buitenland. Alleen de kweekvijver in Nederland is helaas, die is weg. Dus die mogelijkheden moet je gewoon aan de kleine theaters in het buitenland doen. Om die ervaring, ja, vind ik wel. Ik heb het altijd jammer gevonden dat dat wegging. Ja. En heb jij die weg ook doorlopen, via Duitsland terug naar Nederland? Nee, ik ben later gevraagd. Ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb heel veel rollen gedaan bij de Nederlandse Opera Stichting. We hadden toen destijds, ik heb twee intendanten meegemaakt. En dat waren mensen die eerst de Nederlandse zangers en zangeressen een kans gaf. En daar ben ik nog steeds voor. En nu is het gewoon, het moet uit het buitenland komen, want dat is beter. Dat is natuurlijk onzin, want als je nou bijvoorbeeld een carrière bekijkt van Eva-Maria Westbroek, die een wereld carrière maakt. Maar ook via Duitsland, hè? Via Duitsland. En nu liggen ze op de knieën bij de Nederlandse opera om dat te krijgen. En is het bezet, weet je? Dus het is, en eerst wilden ze het een rare wereld. Het is een rare wereld. Maar je moet gewoon zorgen dat je net zoals een voetballer of een andere sporter boven komt drijven. Als je nou zoveel ervaring hebt en zo'n prestige hebt als jij, word je dan niet gevraagd om lessen te geven? Jawel, ik word wel door mensen benaderd. Maar ja, ik ben nog zo druk bezig met een eigen carrière en ik vind het nog allemaal zo leuk. Wat ik wel doe, is nu en dan masterclass geven. Ik vind het erg leuk om te doen. En wat ik ontzettend belangrijk vind, dat het is net zoals het opvoeden van dieren. Ze gaan veel sneller vooruit als je ze prijst, als ze iets goed doen. Dus als een zanger of een zangeres in spe fouten maakt, of dan kun je beter zeggen, je kunt het op die manier beter doen. Dan heb je veel meer plezier eraan. Maar als je zegt van, nou, dat wordt niks met jou, dan gaat het ook veel slechter. Dan ontwikkelt zo'n talent zich niet zo snel. Het was hartstikke leuk met je te hebben mogen praten. Oh, mijn arm. Sorry. Dat is niet met opzet. Nee. Maar het gaat goed. Het gaat goed. Vandaar. Neem me niet kwalijk. Man, hey, ik vond het leuk. Dag Marco. Tot ziens en succes met je programma. Goeie reis. Hoi. Bye.